Wet arbeidsbescherming moederschap moet einde maken aan onrecht aanstaande moeders. De wet arbeidsbescherming moederschap is van historisch belang, omdat de Nationale Assemblée hiermee een einde wenst te maken aan het onrecht dat aanstaande werkende moeders in vooral de private sector wordt aangedaan. Het is een belangrijke stap gericht op het streven naar een welzijnzame leving en daar is iedereen verantwoordelijk voor. De man, de vrouw en in dit geval ook de werkgever van wie verwacht wordt om op de juiste manier om te gaan met zijn werknemers. Dit bracht assembleelid Naomi Samidin, tevens lid van de commissie van rapporteurs, afgelopen vrijdag tijdens de behandeling van de eergenoemde wet naar voren. De politica gaf aan dat ofschoon de grondwet in enkele artikelen aangeeft dat de aanstaande moeders beschermd moeten worden, er nog werkgevers zijn die dit recht van de vrouw vertrappen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.